Keuken. Kledingkast. Voorraadkast met koelkast. Bureau en eettafel. Kastje met platenspeler en planten. Bank. TV. TV-kast en allemaal cameraatjes. Bed. Badkamer. Andere kant badkamer. Balkon. Stoel met kattenpootjes. Tja, en dan woon je ineens in Amsterdam. Ik ben dus verhuisd alweer een half jaar geleden. Wow. Gaat de tijd zo snel. En vandaag heb ik in ieder geval voor jullie een compilatie. Gewoon vanaf het moment dat ik mijn sleutel kreeg eigenlijk, tot dat ik nu hier woon. Goed, het begon in ieder geval allemaal op 14 september. Toen heb ik de studio bezocht waar ik zou in kunnen wonen. Ik had gereageerd via studentenwoningweb en niet veel later gebeurde dit. Misschien kun je het al raden, maar ik heb een woning! Ja! Ik ga mijn huurovereenkomst tekenen. Nadat ik het huurovereenkomst had getekend en dat het allemaal gecontroleerd en goed was, was ik natuurlijk super blij. En op 18 oktober zou ik mijn sleutels mogen ophalen. Maar voordat dat ging gebeuren, moest ik natuurlijk nog een hele hoop inkopen. Dus ik ging naar de IKEA, Xenos, Action, Mediamarkt om spullen in te slaan. IKEA! Yay! Oké, nou, we staan dus in de IKEA. Maar we zitten dus een beetje te kijken naar banken. Maar is die lekker dan? Ik wil een viool. Oh, kijk! Die krijg ik. Ik ga laminaat halen. Zo. Deze. Yay! Yay! Nou, volgende dag. We zitten in de Mediamarkt. We gingen kijken voor een televisie, printer, daar staan we nu bij. En een kookstel en, oh ja, magnetron. Maar dat is hem niet geworden. Maar ik heb al iets. Ik ga het even laten zien. Dit is mijn kookplaat. En hieronder zit mijn stofzuiger. Dat was het. Die was ik even vergeten. En dan als ik verhuisd ben. En dan wordt alles in één keer geleverd. En kan alles geïnstalleerd worden. En dan is dat top. Ja, ja, ja. En toen was het 18 oktober. De dag dat ik mijn sleutels kreeg. Ik sta bij de fiets. Ik ga naar het station, want ik ga mijn sleutel ophalen en dan heb ik officieel een huisje. Oh ja. Die dagen daarna zouden we gaan klussen. Het was net herfstvakantie, dus dat kwam mooi uit. Dus dat zijn we toen gaan doen. En dat zag er ongeveer zo uit. Nou, we zitten in de auto. Met de auto helemaal vol. Op naar Amsterdam. Het is nu vrijdagmiddag. En ik heb net school gehad. En ik heb nu al mijn outfitje aan. En ik ga nu de muur weer even aanpakken. Want ik dacht, ja, ik heb toch nog even tijd. Tweede dag klussen. Let's go. Yay! Hebben die ook alweer gedaan? Het is ondertussen alweer de volgende dag en de bak zit helemaal volgeladen met spullen. En dit gaat nu voor de eerste lading mee. Mama gaat snijden. We zagen. Zover zijn we nu met het bed. En dan is donderdag de verhuizing, oh mijn god. In de tussentijd was ik ook nog heel veel spullen aan het uitzoeken. En was ik bezig met mijn andere meubels bij elkaar te sprokkelen eigenlijk. Ik ben nu deze stoelpoten zwart aan het spuiten. Wee! En de dag voor de verhuizing moest het toch echt gebeuren. Ik moest al mijn spullen gaan inpakken. Ik moest spullen gaan afbreken en echt klaarmaken voor de verhuizing. De hele kamer is één troep. Ik heb een soort van mini-kringloopwinkel hier in mijn eigen kamer. Dus ik ga dat allemaal eventjes nu even in een goede bak, want ik heb het al uitgezocht. Het is nu een kwestie van in de goede bakken leggen en weggooien. Dan is het tijd om ook deze kledingkast aan elkaar te halen, want die neem ik mee. En ik moet ook nog dingen van zolder halen. Daar ga ik nu mee aan de slag. En het is echt een kutwerk, maar someone has to do the job. En mijn kast is afgebouwd. Ik ben lekker alles aan het opruimen. En ja, ik dacht, Suus, wat doe je daar? Zit je nou gewoon een beetje met te saboteren? Mag ik niet het huis uit? Nou, we zijn er zo goed als doorheen. Hier al mijn kleding. En dat was het wel. Maar? Ik wil niet eten.
Ja! Ik ga eten. En toen was de dag aangebroken. Ik ging verhuizen. Today is the big day. Waar gaan we dan? We zijn er. Tijd om te showen. Dit mag er allemaal uit. Hier heb je dus nog allemaal spullen die binnen zijn gekomen of die we hebben gehad bij de IKEA. Daar is nu het kastje opgehangen. In mijn kast staat. De deuren moeten er nog in, die staan daar, maar dat komt nog wel. Marianne is heel goed bezig aan een kastje. Hoi. Oh, en deze staat nu. Dit kleine leuke bijzettafeltje. We gaan in ieder geval een McDonald's bestellen. Want dat is dus iets wat kan in Amsterdam. Nou, dat kan dus gewoon. Zie je gewoon McDonald's op een bordje. Goedemorgen, ik zie er echt belauwerd uit. Nou, mijn kast is echt klaar nu. De spiegel is ook schoongemaakt, dus ik kan mezelf weer zien. Joei. En mama is nu bezig met de gordijn die hier komt. Ik ga nu even deze zakken in mijn kast gooien. En oh, ik heb deze opstelling veranderd. En deze kast is gedaan. En de tafel. Joepie. Nou jongens, kijk. Het ziet er echt al huisachtig uit, niet? En in die tijd daarna ben ik heel onregelmatig gaan filmen. Want ik woon hier eigenlijk al. Ik was alles een beetje aan het perfectioneren. Ik was aan het opruimen weer. Ik kreeg nog andere spullen binnen die ik nog had gekocht. Die gewoon wat later binnenkwamen. De koelkast is ook binnen en mijn magnetron is hier staan. Het is allemaal troep die nog opgeborgen moet worden. Nou, dit was al mijn welbekende hoekje. Maar het zit eronder. Hey, het is echt wel leuk. Ik vind het echt heel leuk staan ook, eerlijk gezegd. Het staat echt super fancy op een manier. En toen woonde ik hier eigenlijk. En ik zit hier dus al een half jaar lekker op mezelf. En ja, dat was het eigenlijk wel weer. Alles wat er is gebeurd rondom mijn verhuizing. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om te zien hoe ik ben verhuisd. Dus iets langere video dan normaal, maar goed, hè, het moet kunnen zo af en toe. En als je nou wil weten hoe je aan een studentkamer kan komen, kan je hier klikken. En hierboven kan je abonneren. En ja, nou, dat was het eigenlijk wel weer. Ik heb er niet zoveel meer verder over te zeggen. Ik hoop jullie dat... Ja, nou, nee, ik weet gewoon niks meer. Ik ga me gewoon afsluiten, oké? Okay? Ja, beter idee. Oké, okay. Doei!